Ja, die Suid-Afrikaanse atletiekseisoen wat bezig is om een hoogtepunt te bereiken hier met die Fit Gas Permit bijeenkomst aangebied door die West-Transvaalse atletiekvereniging. Een prachtige aand, ideale weersomstandighede en ons verwacht baie mooie tye. Soos jy daar kan sien, die vla wat windstil hier in Potchefstroom is en een baie groot skare mense. SA record over. Zamba Swanepoel, sy het weer eens daar oor die 15 meter gestoot. Februari maand een nieuwe Suid-Afrikaanse record opgestel van 15,20 en vanavond reeds 15,32. Ek wonder wat gaan hierdie meisiekind nog doen hier by die SA kampioenskappe. Dit lyk of sy goed op pad is. Die 100 meter vroue met die gunsteling die Wede Terk hier in baan 3. Die binnenbaan behoort aan Marcel Winkler van die Universiteit Pretoria. Daar is sy langs haar Ansie Basson van die Universiteit van die Vrystaat. Daar is die groot gunsteling, oudergewoonte Kaal Voet. Die Wede Terk nummer 78. Die baan 4 word oopgelaat. Daar is dit Truter, Marinda Truter van Normaal College Pretoria. Estel Berg van Normaal College Pretoria. En Ronel Dupree van Germiston College. Het was een baie goeie bentheid van die Wede Terk. Alhoewel sy een waarschuwing gehad het. Sy het weer een baie goeie wegsprong gehad, die Wede Terk. Tweede plek het ons van Marcel Winkler wat baie goed hardloop aan die binnenkant van die baan, maar is die Wede Terk wat weg hardloop vir hulle. Die Wede Terk wat hierdie wedloop wen met Marcel Winkler in die tweede plek. Verrassend reken sy af met Ansie Basson. Ansie Basson derde, een baie vinnige 100 meter hier vir vrouwe. Geen twyfel nie, dit is een van Iwet sy beste wegspringen in een baie lang tyd. Ek is nou verseker daarvan dat hierdie meisie nie met spykerskoene moet hardloop nie. Rechtig, sy lyk vir jaar besonder goed. Kijk hoe prachtig kom sy daar. Haar hand was eerste van die grond af. En dan Marcel Winkler genoeg. Maar eerlijk waar, die wet in een fantastische vorm. Ek dink hier is een fantastische tijd wat ons vanavond hier gaan kry. Iets in die omgeving van omtrent 11,4 of 11,5. Snaaks genoeg, dit is my gelijk of Marcel voor was daar op 10 meter. Pas so John, die andere verrassing hier is die vertoning van Marcel Winkler wat hier met die groter naam, die meer bekende Ansie Basson afreken. Baie goeie wedloop hier al drie hierdie atlete, maar een oortuigende oorwinning. Wede Terk, Marcel Winkler, Ansie Basson. Prachtige poging van Wede Terk, maar sekerlik Marcel se mooie oorwinning oor Ansie Basson is baie belangrik. Daar is hy, een prachtige 11,44. Die kort naloop van mans, 100 meter, en ons het hier 8 atlete. Johan Rousseau se record net weer 10,06 en die groot gunsteling vanavond, Sakile Nzimande. Nou ja, daar kyk ons na Bobby Flapu, die atleet in baan 1 van Kloof Goudmijn. Die atleet langs hom is Melvin Simon van die Tukkies. Daar is het Sakile Nzimande van president Stein. Sy persoonlijke beste 10,11. Daar is Benny Buys, een van die fondse van hierdie atletiekseisoen. Gerard Barnard, nommer 1 op die bors van die Universiteit van die Oranje Vrystaat. Hy was baie lang beseer. Volgende baan word oopgelaat. Jappie van den Berg van Tukkies. En die oubekende springbok Pieter Ngobeni van West-Driefontein Goudmijn. So vooral vir Buys en Nzimande dop. Buys het weer een goeie wegsprong gehad. En is Jackie Nzimande wat voor hem te skyk. Sakile Nzimande, een baie, baie goeie wedloop. Gerard Barnard wat ook goed hardloop. Net is dit Sakile Nzimande wat hierdie wedloop wen met Benny Buys van Normaal College. Verrassend in die tweede plek. En ek moet ook melding maak van die vertoning van die jong regstudent van die Universiteit van die Oranje Vrystaat. Gerard Barnard, baie goeie wegspring deur al drie hierdie atlete. Daar is hulle in bane 3, 4 en 5. Sakile Nzimande dra sy voete baie laag vanaand. Ek weet nie wat is dit nie, gewoonlik hou hulle lekker in. Maar hy is beslis lekker achter daar op 15-20 meter. En Benny Buys is lekker voor met Barnard ook saam met hom. Barnard, ek is baie blij om te sien dat hy terug is. En die Pretoria is het daar toe die mannetjie gewerkt. Hy het een paar beserings gehad en hy lyk nog goed. Maar beslis Nzimande wat voor die laatste 50 meter hier baie sterk deurgaan. Op 20 meter was hy een hele meter achter en hy kom dwars deur hier zo op die laatste 50 meter. Een prachtige 10-5-9. Sy kan bykans verseker wees van een West-Transvaalse record, Myrtle Botma. Wede Terk het vroeger die record verbeter in die 100 meter met haar 11-4-4. Die binnenbaan, die onderwijsres van die Randburgse Hoërskool, Irma Swart. Oudskoolier daar van die Kosterse Hoërskool. Dan sien jy die Springbok Karen Wilkinson.
hier in die kleren van Goudstad. Myrtle Botma, daar is sy. Een van die 10 vinnigste vrouwen oor 400 meter hekkies in wereldatletiek geschiedenis. En tans die atleet met die meeste potentiaal van al onze Suid-Afrikaanse atleten om een wereldrecord achter haar naam te schrijven. Dan het ons ook Leonie Laurens aan die buitenkant, Madeleine van der Spy en Corlia Basson. Maar alle oë op Myrtle Botma. Myrtle Botma, Irma Swart het baie vinnig begin hier in die binnenkant van die baan. Karen Wilkinson, haar spanmaatjie in die derde baan, wat ook baie mooi opskuif. As hulle oor die tweede stel hekkies gaan, is dit toch Myrtle Botma wat daar raps voorin toe geskuif het. Maar verrassend hardloop Wilkinson ook goed, Leonie Laurens daar in beeld. Daar is Madeleine van der Spy van Normaal College. Daar is min te kies tussen Myrtle Botma en Karen Wilkinson. So 3-4 meter voor Botma. Daar is Myrtle Botma. Sy lyk baie goed, regtig waar. Vanaand dink ek kan 'n ding gebeur hier so. As ons haar daar by die 8ste hekkie op 43,9 rond kry, dan kan hier dinge gebeur. Hier kom sy nou, sy lyk baie goed. Prachtige 43,5, dit lyk uiters belovend. Nellis, dit lyk vir die ding kom vanavond, jong. Ja, dit is Myrtle Botma wat hier oortuigend afreken met die atlete in die 400 meter hekkies vir vrouwe. Karen Wilkinson in die tweede plek, maar verrassend hier is Irma Swart wat hier derde geëindig het. Nou ja, dit is nog een nieuwe West-Transvaalse record, elektronisch so'n 55,4 secondes. Voor ons topatleet is nou nie meer ver nie, maar het sê onder 55. Dit moet een Myrtle, een prachtige 55,39. 200 meter vrouwe, die weet het werk wat baie nabij aan 22,42 kan kom. Haar West-Transvaalse record is 22,89 secondes. Daar is die 6 atlete. Heel rechts, Ronel de Pree, Marcel Winkler in baan 2, baan 3 wordt opgelaat, baan 4 is het, die weet het werk in die 5e baan, sien die vir Ansi Basson, dan is het Anne-Marie Leroux, Marinda Truter in die Stelberg. Die weet het werk, skraler as ooit tevore. Ons dink aan verlede maandag, 11,3, 21,6 in Bloemfontein. Oudskoolier van die hoërskool FH Odendaal in Pretoria, finale jaar onderwijsstudent, Normaal College Pretoria. Een goeie wegsprong weer eens gaat. Die Wedetlerk wat voor is. Ansi Basson in die tweede plek. Marcel Winkler wat baie goed hardloop in die derde plek. Wedetlerk reeds daar bij Ansi Basson voorbij. Marcel Winkler aan die binnenkant van die baan. Goed geplaatst in die tweede plek. Dus die gezegd, Chris. Maar er is ooit. En kijk hoe lekker hard het zijn. Mensen, die kind is lekker fiks op die oomlik. Als het een fotobeslissing om die tweede plek gaat. John, sy het gesê, sy wil kyk of sy haar West-Transvaalse record van 22,89 kan verbeter. En, ek wil nie te vinnig praat nie, maar ek dink elektronies het hierdie stopperloos op 22,8 secondes van staan. 22,76, een nieuwe West-Transvaal record. Prachtig, u weet ek klaar.